Milan Broer zegt, ik wil wel een kop, maar dan moet je wel bij mij in de buurt blijven, Bart. Het gaat zo lekker hard sputten. Broer die nu de rechterkant inhoudt, ja, naar beneden. Tempo gaat omhoog, aanzetten van kop af bij Milan Broer. Welkom in de laatste ronde. Plaats zich direct voor de volgende ronde. De andere mannen gaan naar de herkansing. Dus het is van belang om je meteen te plaatsen. Want er is een minder inspanning. Maar jongens, stap naar langs. En over aankomst. Winst die voor Quartop is voor Milan Broer. Milan Broer is in de baan. Wanneer de coureur zich dan tussen de rode en de zwarte lijn bevindt, dan mag hij daar niet meer uit. Als hij de 200 meter lijn is gepasseerd, dan moet je in die corridor blijven. Dat de andere gelegenheid heeft om buiten hem te spurten. En ik bang om te zijn dat die vlots die een beweging voor hem worden gemaakt en te pas gemaakt. Hier is de aanval van Paul Roor. Duikt onderdoor, maakt gebruik van de baan om het tempo op te schroeven. Laatste 200 meter nu ingegaan. Als Roy nu in die corridor komt, mag hij daar niet meer uit. Dat is nu het geval. En het blijft ook oprijden. Paul Roor wint hier voor Dylan Ossendrijver. Pas meemaken, maximaal 30 seconden in de wedstrijd toegestaan, maar zover komt het niet. Kun je ook een deel van de baan waar je nu rijdt op je niet meer permitteren zonder onderuit te gaan? Wel, onder in de baan, rijden tot in Côte d'Azur, eigenlijk een deel van de baan dat niet erbij hoort. Maar het tempo is nog dusdanig dat hij zich niet waagt op dat schuifdeel van 43 graden. Vlaagstootje van Brian van Reen. De bel gaat klinken voor de laatste ronde. We gaan het aankomen met Mark Veld. Mark Veld, nog aan de leiding. Zijn de 200 meter lijn gepasseerd. Veld, oeh, en dat gaat nog allemaal mee. Aankomst. 1 Mark Veld, 2 Brian van Reen. Ja, de aanzet is daar van Brian van Ree. Veld in voor de laatste ronde. Nogmaals, het gaat dus op de eerste 2, want die gaan door naar de kwartfinale. Milan Broer nog in de stelling. Dan sluipen ze toch nog langzaam met die Brian van Ree. Die kijkt er tegen om, maar er wordt 1 Brian van Ree, 2 Kostenrijver. 3 Milan Broer ook weer. Is dit jaar duidelijk merkbaar. Laagstootje van Dylan Ossendrijver. Bel voor de laatste ronde. Dirk Schoonveen, maar nog net op tijd was hij daar. Daan van Orde, dook naar beneden. En verraste daarmee Dylan Ossendrijver. Die dacht dat hij op tijd de deur dicht had zitten. Van Orde op tempo gekomen. Winst voor Daan van Orde, tweede Dylan Ossendrijver. Nu zoekers naar Arree. Anderhalve ronde staat er op het bord. Gaat hij hem vastzetten aan de boarding? Gaat hij de deur openzetten? De ronde open laten, de deur was open. En Van Ree onderdoor. Van Ree vermogen. Dit moet je op de motor af te volgen. Mooie actie van Brian Van Ree. Lengt dan anderhalve van achter is het Jan-Willem Welten. Van Ree nog steeds aan de leiding. Daar komt Jan-Willem Welten erop. Erover. En de overwinning is voor Jan-Willem. Langs de Boomstrade, André Loor.
een keer op een meter of 8 nu komt wel echt al mee. Ja, Loy kijkt op geen komen, ik blijf op dat toen ook. En na twee rechtsen zelfs aanleiding in het Loy. Kunnen ze stilstaan, dan mag dat hooguit 30 seconden. Ze staan ook niet stil, ze gaan ook rustig verder. Het oude Soepaswerk is er niet meer bij. Vroeger mochten de renners ongelimiteerd stil blijven staan en duurde het soms dan een half uur voordat het feest begon. De weg op zoek naar de bel. Heel dicht bij elkaar. Allooi, het wordt gaat aan. Wat om zo'n verleden zo'n station vervangen. Dat moet het nu gebeuren. Komen ze er nog naartoe? Komt de Hommerskop aan het wiel of niet? Strijd is gestreden. Overwinning voor Mark Hommers tegen Paul Hommers. Nee, deze is gek hoor. Vroege aanval van Dylan van Zijl. Het dekt natuurlijk niet goed de meubelen redden. Het moet er nu voor zorgen dat de afstand erop zit. Met name van Noord zo groot is dat hij wat moeilijk is als hij wel krijgt van afsloten. Van Noord in dat wiel nu in de bocht ernaast. Dan is het op de pure snelheid van Noord die Dylan Ostenrijker terugbrengt. Dat betekent dat we daar geen overwinning gaan hebben. Laatste keer voor de halve finale, Dan van Noord. Ja, weet je, op de paaien zijn ze goed. Jan Willem Welten brengt het daar achter zijn tegenstander. De Brian van Rey. Brian van Rey komt ernaast, nee. Dan moet hij 4 meter goed maken in die buitenbocht. En dan moet Jan Willem Welten in het sprinterslag blijven. En dan wordt het 2-0 voor Jan Willem Welten. André Looy op Mark Veld. Looy in de eerste topformatie, 2 ronden bedoeld zijn. Speler van André Looy hier met Mark Veld. Voortdurend laten zoeken waar hij zit, dat maakt het zo lastig mogelijk voor de brug. Wat voor lastig aan het veld dat nu allemaal nog eens klaar is. Zal die Looy achter zich moeten houden, die voorlopig nog... Ja, en dat doet dat Looy correct, hè. Die gaat daar nog boven de rode lijn en Mark Veld. En hij duikt beneden, dat gaat dit uitstekend gedaan van André Looy. Absoluut. Dit is maar een 20 meter. 500 meter te doen. Even de bonus aan te zetten, dat kan, maar je moet voldoende ruimte overhouden dat hij er nog door kan met de fiets. Geen probleem. Hommers. Tweede stelling. Looy voorzichtig. 1 tand hoog in de baan, daarmee 1 tand alleen maar om ook beschermd te laten. Van kop af, Paul Looy belt voor de laatste ronde. Hommers in het wiel. Looy uit de zaal. Laat toch al vrij snel weer zitten en nu moet het gaan gebeuren. Aan de overzijde. Schouder aan schouder door de bocht heen. Nu moet hij binnen 4 ronden. Dan gaat hij aanmaken. En dan is het Hommers voor de 2e maal die hier in. Hommers. Geplaatst voor de volgende ronde. Looy uit het toernooi. Moet ik er allemaal op aan de kentje zien hoor. Een mooie stuk. Mark Hommers, hij is
kijken waar hij nog lang door en over kan. Nog steeds aan het wiel, uit het zadel nu en kijk in die laatste bocht. Maar dan moet er nu in een rechte lijn naar de streep. Aankomst op de streep. Het gaat hier naar Jan Willem Velter. Sluiten, het lijntje dan sluiten op de baas. Gaan ze nog lang dadelijk zo pesten en plagen. Op de toren, dan maar kijken, dan maar wachten, komt hij er nog op kom. Tempo hoog, hij er weer onderdoor. Dan hij er weer naartoe, hij er ook weer onderdoor. Het wordt een mooie aanval, een belzing. Adem aan de leiding van Hoekers zegt, we moeten er overheen komen. Ik vang jou lekker op en dan mag je alles proberen. Dat komt hij hoor. Twee ronden.
voor deze jury, hoor. Klap maar mee. Hier zijn Jan van der Velde en Anton Arnee. Wel voor de laatste ronde. Aankomst aan de overzijde nog steeds Velder. Maar nu gaat Van Orde toch komen. Nu gaat Van Orde komen, maar is het voldoende dat hij hier kan laten zien op de streep? Aankomst op de streep. De regenwegspringer is van 29, Mark Veld. Eerlijk regen. Oh, wat nou, dat moet je uit te leven, kom. Is it the